CD. Ja. Jouw eerste CD. Ja, Francesco klopt. Daniel, Thoughts of the Puzzle Mind. Ja, klopt. Ja, dat ben ik heel benieuwd. Wat, waar gaat het nou om? The Thoughts of the Puzzle Mind. Wat bedoel je daar precies mee? Ik heb meegedaan aan een productie, Jesus Christ Superstar in de Drechtsteden. En er waren drie soorten groepen mensen die meededen. Je had mensen die nog nooit van de musical hadden gehoord, maar die graag mee wilden doen. Je had de mensen die heel erg van de musical fan waren. Daar viel ik dus onder. Maar je had ook mensen die, Jesus Christ Superstar, die ook echt gelovig waren. En die dit als een manier zagen om God te prijzen en God te eren. Nee. En met hen heb ik ooit eens een gesprek gehad. En een van hen die vroeg aan mij, Francesco, waar geloof jij in? Later zei een ander persoon van, ja, schrijf nou eens een liedje over hoe jij tegen het geloof aankijkt. Door het gemarcheer geluid wat er omheen komt en de akkoorden, kom ik erachter van dat alles wat ik wil zeggen, dat ik echt hierin kan zeggen. Hier voel ik me veilig, in die akkoorden en in dat. Mm-hmm. En toen heb ik de woorden geschreven, love is universal. Love is for everyone, for black and white, transgender and for people who are gay. Dus ik heb iedereen erbij betrokken. Yeah. Maar toen wist ik het. Ik geloof in universele liefde. Ja, yeah. Dan eindig je het lied ook een aantal keer met een I'm a special kind. Ja. Yeah. Maak de zin eens even voor me af. Want, I'm a special kind because I'm thinking like the puzzle mind. Ja, de puzzle mind. En wat is de puzzle mind dan? Een autistisch persoon. Yeah. Ik ben iemand met autisme, ik heb Asperger. En de puzzel en het puzzelstukje, de puzzle mind, is het echt het symbool voor de autisme gemeenschap. Ja, ja. Dat is echt het logo daarvan. Ja. En autistische mensen die kijken toch anders naar de wereld dan normale mensen. Die ervaren het leven anders dan normale mensen. En ik ervaar het leven op mijn eigen manier. Ik vind het een bijzonder mooi iets. Ja. Waarvan ik zeker weet, en dat is een compliment naar de Heer toe. Ja, dat het toch, I give him credit. Voor iets wat hij mooi heeft gemaakt. Ja. En ik vind ook in het liedje dat ook de boodschap is dat we ook echt zuinig moeten zijn. Ja. Met waar we in leven. Dus Thoughts of the Puzzle Mind beschrijft helemaal wie jij bent en hoe jij bent. Ja. En hoe je wil zijn. Ja. En dat je tevreden bent ook met jezelf. Oh, absoluut. Het heeft heel lang geduurd voordat het af was. Want je moet een beetje soort op ontdekkingstocht gaan door jezelf. Van ja, want als ik dit nu uitbreng en ik verbind mijn autisme hier aan, dan is dat voor de rest van mijn leven. Dan kom ik helemaal niet meer terug. Nee. Want er waren wel eens tijden geweest van ja, ik wil niks over mijn autisme vertellen, want het gaat om mijn muziek. Meestal bij optredens. Want dan wilde ik als Francesco Daniel de singer-songwriter staan en niet als Francesco Daniel, de autistische singer-songwriter, weet je. Maar nu, en dat ben ik wel blij om, heb ik het toch wel een beetje geleerd dat het beste product in de muziek is gewoon jezelf. Je eerlijke zelf. Mijn eerlijke zelf, absoluut. En daar sta je natuurlijk heel kwetsbaar. Ja, maar dit is echt heel persoonlijk. Je schrijft in het Engels. Ja. Terwijl ik weet dat je hebt een dichtbundel in het Nederlands. Waarom toch de keuze voor het Engels? Tijdens mijn middelbare school heb ik dat geschreven, de gedichtenbundel Almas del Silencio. In het Spaans voor zielen van de stilte. Ik vond het hartstikke leuk om dat te doen. En toen kreeg ik van mijn leraar, een van mijn leraren, gitaarles. Toen leerde ik de kunst van muziek en het dichten, dat je dat samen kan blenden. En dat vond ik zo'n mooi iets. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik mijn allereerste nummer had geschreven, Valentina, en dat was wel in het Nederlands. Ja. En toen ben ik steeds meer Nederlandse nummers gaan schrijven. Maar op een gegeven moment, dan word je ouder. En dan maak je iets mee in je leven en dan komt de tekst anders uit dan verwacht. En dat was met een liedje Tear Me Up wel het geval. Ja. En dan vind je dat je het in het Engels mooier kunt zeggen dan in het Nederlands? Of makkelijker kunt zeggen dan in het Nederlands? Ik denk het. En ook wat pakkender. Ik zie hier een boek dat geïllustreerd is door jou. En ik heb hier een van de jonge Francesco een stripverhaal. Dus tekenen, dat behoort ook tot jouw kwaliteiten, zeg maar. Je bent ook illustrator, tekenaar. Dat is een beetje begonnen
in jouw klas, meester Peter. Want ik vond het tekenen heel erg leuk en zeker met filmstiften. Ik leerde dus stap voor stap tekenen. En ik werd steeds beter en steeds beter. En toen vond ik het erg leuk, steeds leuker worden om te tekenen. Dus uiteindelijk wilde ik het op tekenles. Maar van dit boekje naar deze cd. Ja. Want die cd, hoe is deze tot stand gekomen? Thoughts of a Puzzle Mind, of The Puzzle Mind. Okay. I Want to Be Famous, dat was het startpunt van het hele singer-songwriter. Ja, oké. Okay. En omdat je daar natuurlijk, je was winnaar van? Ik was winnaar van I Want to Be Famous. En zat daar het maken van die cd aan vast, of heeft dat er niets mee te maken? Er zat het maken van de cd aan vast, maar niet deze. Het feit dat je aan die I Want to Be Famous singer-songwriter contest hebt meegedaan, dat heeft verder ook nog andere gevolgen gehad, heb ik begrepen. Optreden op Powerpark. Ja. Zangles in het Energiehuis. Het opnemen van Acoustic Sonnets. En het was echt een springplank. Ja. Een soort power boost. Mm-hmm. Naar heel veel optreden. Ja. Maar zelfs tot in het buitenland. Zelfs tot in het buitenland. Er was een periode, zat een periode tussen de audities van I Want to Be Famous en de halve finale. Want de audities werden gehouden in oktober en de halve finale was pas in april het jaar erop. Dus in die tijd, in die tussentijd werden heel veel podiumtrainingen gehouden. Dus werden we klaargestoomd om op het grote podium op te treden. En zangles kregen we ook, en dat van Monica Mila. Ja. En die was tegelijkertijd met I Want to Be Famous met een ander project bezig. Om een zanggroep samen te stellen die zou optreden in het Kids Festival in Sarajevo, Bosnië. Kijk, ja. Dan ben je wel over de grens. Dan ben je wel zeker over de grens. En dat Kids Festival is opgericht door een ex-militair die gevochten heeft in de grote Bosnische oorlog van jaren 90. Mm-hmm. En die zo geraakt was door alles wat daar is gebeurd, waar ook kinderen de dupe van zijn geworden. Dus voor die kinderen en voor die mensen daar heeft hij de stichting Out of Area opgericht en het Kids Festival. En Monica Mila was gevraagd om met een zanggroep samen te stellen, zodat die zanggroep op kon treden tijdens de grote eindshow van het festival. En dat iedere dag. Ja. En dus daar ben ik heen geweest. En hoe was dat? Wat een ervaring was dat, zeg. Ja, we traden op in een groot stadion. Ja. In het Cetra Stadion. En voor heel veel kinderen die heel erg enthousiast waren, heel blij waren dat we er waren, was echt superleuk. Maar ze zagen ons een beetje als popsterren. Wereldsterren. Ja, maar dat klinkt alsof dat niet leuk is. Nou ja, het was even wennen, in het begin. Want de bedoeling was, we gingen optreden. En tijdens de grote finale, moesten wij dan als zanggroep dansen met die kinderen voor het podium. En geloof me, dit is geen opschepperij. Echt niet. Ik geloof je op je woord. Ja, echt. En er zijn foto's. En ja, ik was ook tekenleraar tijdens overdag. Had ik een eigen stand en leerde ik mensen en kinderen Mickey Mouse tekenen. Maar ja, als je als kind een paar dagen achter elkaar naar het Kids Festival bent geweest en je langzaam de link begint te leggen van hé, ik heb die jongen anders gezien. Ja, dan kan je die tekenlessen ook niet meer geven. Dus nee. Op de laatste dag heb ik ook heel veel kinderen handtekeningen uitgedeeld en weet ik veel wat. Dus dat was echt het leuke gedeelte eraan. De andere kant is dat je geconfronteerd wordt met wat je ziet. Uiteraard. In Bosnië. Want we verbleven in een hotel en dan reden we met een stadsbus reden we dan naar Skenderia of naar het Cetra Stadion, waar het allemaal werd gehouden. En dan zag je allemaal appartementen, gebouwen met kogelgaten, ja. Grote bomgaten. Je zag wel echt dat Bosnië keihard geraakt is, zeg maar. En de ex-militair die wilde ook ons groep, maar ook alle andere mensen die aan de Kids Festival meedelen laten zien wat voor impact het heeft op het land zelf. Ja. Dus hij nam ons mee met een tourgids door Bosnië, door Sarajevo. En bij de eerste plekken waar we kwamen
was bij een skischans waar de Olympische Spelen werden gehouden. Mm. En dan had je van die blokken waar nummer 1, 2 en 3, waar alle grote winnaars erop stonden. Dus iedereen pakte de camera's, ting, ting, oh cool, cool, cool. En toen zei die toegids, en dat zal ik nooit meer vergeten, ja, maar daar werden heel veel mensen geëxecuteerd op de nummer 1, 2 en 3. Ja. En weg waren de camera's. Ja, tuurlijk. Dus dan was me even slikken. Ja, dat kan ik me indenken. En toen gingen we verder en toen kwamen we bij een hotel op de berg. Op een hele grote berg was dat. Het was een heel luxe hotel, waar alleen maar vrouwen en kinderen zaten. En dat werd in brand gestoken. En dan denk je, wat ben ik toch blij met het leven wat ik mag hebben. Ja. Aan de andere kant. It could be one or it could be two. If you did, there won't be hell around us. But hey, that's my point of view. Hold your faith in your heart. That is something you must keep. When you wake up in the morning and you go to sleep. Hold your dreams. Hoe zie jij op dit moment je toekomst? Wat is het eerste waar je nu eigenlijk het liefst mee aan de gang wil? Zeker met mijn creativiteit nog steeds. Het Autism Experience is een organisatie die graag een museum wil opstarten. Waarin mensen kunnen zien en ervaren. En kunnen ervaren hoe het is om iemand te zijn met autisme. En door middel van. Bedoeld voor mensen. Naasten. Ja, dus voor naasten, niet voor mensen met autisme zelf. Die weten het al. Die ervaren het al. Ja. Het is echt bedoeld voor naasten. Want er is heel veel onbegrip tussen misschien ouders, broers, zussen, familieleden, leraren, relatie. Ja. En de Autism Experience, dat is dat mensen ervaringen opdoen met autisme. Dat door middel van experimentjes en dingetjes en weet ik veel wat. En daarvoor zijn we al nu sinds vorig jaar, waar ik aan meedoe als ambassadeur, geld voor aan het genereren. Ja, mag ik zeggen dat jij wel zeg maar, een man met een missie bent? Absoluut. Ik ben een man met een missie. Ja. En dat is niet alleen om autisme te verkondigen op een positieve manier. Mm-hmm. Maar ook om mensen tijdens optredens of wat ik ook aan het doen ben, het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Fijn. Ook al zijn er, want er zijn heel veel mensen die denken van ik ben niks waard en dit is dat is helemaal niet zo. Ik wil, of het nou voor een half uur is, of voor 45 minuten, of voor 15 minuten, hun zorgen wegnemen door middel van mijn liedjes en door mijn covers. En ze het gevoel geven dat ze ertoe doen. Dat ze hier zijn voor een reden. I'm thinking.